Yo, what's up kijkers van NNN, welkom terug bij The Last of Us Left Behind DLC Part 3. We hebben de vorige part een trofeetje gehaald, die hebben jullie dus nu gezien, gesynchroniseerd. En we zijn hier geëindigd. Samen met Riley zijn we op weg naar het carousel. Maar ik liep dit kamertje in omdat ik hier wat zag glimmen. En dat is dit, het waarschuwingsbriefje. Waarin staat beschreven... Major Banks... Dit wordt mijn derde verzoek in 3 weken. Ik wil graag extra patrouilles in mijn gebied. Oké, de quarantainezone staat op instorten. Velen komen binnen via het winkelcentrum omdat daar te weinig soldaten staan. De mensen zijn wanhopig en vaak geïnfecteerd, zoals u heeft kunnen lezen in mijn rapporten. Moest ik vorige week 3 fase 1 uitschakelen. Besef dat de middelen beperkt zijn, maar als we niet meer mensen krijgen, ben ik bang dat dit winkelcentrum binnen een paar dagen... Fuck. What the fuck? Oké, aparte noot. Oké, hier hebben we wat in de kast. Oh, helemaal niks in de kast. Dat is zonde. Wat is dat hier nou weer? Oh. Schoonmaakapparaatje. Zij gaat daarheen, dan checken wij dit nog even. Oh, ik kan daar niet heen? Oké. Riley gaat ook gewoon alleen op onderzoek uit, hè, hier. So, turns out, the whole city has power. They just flipped the circuit breakers. All you gotta do is flip it back. Oké. Nou, dan doen we dat toch? This is gonna work. What did I tell you? Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. Oké. Dat betekent ook dat het carousel aanstaat. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do, and I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together, and I didn't mean it. All that stuff I said before I left, I didn't mean any of it. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh, man. Are you ready? Totally. Are you kidding? Wow, we switchen opeens terug naar waar we waren voor Joel. Op zoek naar medicijnen. En dat is een medisch vliegtuigje, jongens. En die is pittig hard gecrashed hier in het winkelcentrum. Alleen we zijn nu dus weer alleen, zonder Riley. En op zoek naar medicijnen. Dit is waar we naar beneden sprongen de vorige part. Hier hebben we een ATM, maar ik denk niet dat we daar geld uit kunnen krijgen. Wow. Ik schrok. Geen klikkers in de buurt. Nee, het was een duifje. Oh, wat hebben we hier? Oh, mijn ammo is vol blijkbaar. Nee, niet. Huh, wat heb je... Oh, het is... medicine. Het was waarschijnlijk een chocoladereep of zo. Ik heb echt ammo nodig, jongens. Jesus. Inderdaad, wat de fuck is hier gebeurd? Laten we het lezen. De voorraden raken op. Soldaat Eugene Ellis en ik gingen naar het laadhok op zoek naar extra rantsoenen. We werden verrast door een groep van 6 fase 2's. Waarschijnlijk is dat dus een fase in het geïnfecteerd zijn. We wisten de vijand uit te schakelen, maar Ellis werd gebeten. Na een verhitte discussie waarbij soldaat Ellis zichzelf van het leven probeerde te beroven, wist ik hem uit te schakelen. Ik besloot de regels te overtreden. Ik isoleerde de infectie met een... Toen ik... What the fuck is dat? In de verlaten triage vond ik een chirurgische zaag.
Ik maakte de zaag schoon en gaf soldaat Ellis een schot morfine voor ik zijn arme paard in de... Oh, oh, bah! Bah! Oh, what the fuck? Lekker geïnfecteerd armpie. Oh, in detail. In detail, lekker hoor. Hier ligt nog wat. Kan ik hier naar binnen? Nee, helaas niet. Er liggen hier zo super veel voorwerpen en zo. In ieder geval, er zijn veel hoekjes waar voorwerpen kunnen liggen. Dat is wat ik meer bedoel. Een volledige slaapplek hier en zo. Ammo! Eindelijk! Ik weet alleen niet meer hoe ik haar laat. Oh, kijk. Op R1 als je niet aan het richten bent om te herladen. Nou, oké, dat hebben we nu dus ook gefixt. We hebben genoeg spullen opgepakt. Hier liggen flesjes voor de rest. Oké, hier is een of ander ding. Zoals jullie zien. Een soort stroomgenerator. Daar is dat vliegtuig. Hier kunnen we niet omhoog. Oh, hier kunnen we misschien wel. Nee, werkt niet. Ja, yep. Kijk, zie je, daar was ik al. We moeten daarheen en waarschijnlijk zal daar een klikker binnen zijn. Of in ieder geval een infected. Ik weet niet of ik deze hoek al heb doorspit. Wiri. Hier kunnen we ook niet heen. Nou, we zullen er wel heen moeten, jongens. We moeten eraan geloven. Nice. Oh, oké, daar kan ik heen. Maar hier lag ook ammo. Waarom vertrouw ik helemaal niets hier? Oh! Fucking cat. Wat doen katten hier, man? Oh, water, tuurlijk. Wow, kutkat is dat, zeg. Tot nu toe nog geen leven in de buurt. Waarom lijkt het erop alsof het straks heel erg druk gaat worden? Waarschijnlijk zodra ik die generator aanzet, here we go, beginnen ze te schreeuwen. End of the line. Needs power. Fucking hell. Kan ik hier niet op? Moet toch wel? Ik ga eens even kijken hoor, jongens. Ik kan er echt niet op. What the fuck? Misschien straks vanaf boven of zo. Nog meer ammo.
Oh jee, muziekje wordt steeds heftiger. Oké, nergens zijn klikkers voor de rest. Er is helemaal geen leven. Dus ik ga nu die generator aan doen. Waarschijnlijk op dat moment gaat het helemaal fout. Let maar op, we gaan het aandoen. Dat had ik al zien liggen, gelukkig. Maar het is op. Fucking hell. Nee, dat meen je niet. Ik was dus net al een heel stuk aan het lopen, maar... Wacht, er ligt een briefje naast. Een noot. Oké, dit gaat over die Alice. Het gaat slechter met soldaat Alice. Oh, fuck. Ik klik op het verkeerde. Gaat slechter met soldaat Alice. Hij heeft koorts en houdt niets binnen. Misschien heb ik een fout gemaakt. Misschien kwam de amputatie te laat. Misschien verandert hij als ik even niet oplet. En het infectieprotocol. We hebben het juiste gedaan met officier Caulfield. Ik geloof het zelf niet eens. We hebben Larry vermoord. Alice hield hem vast. Knal een kogel door zijn kop. Ik hoorde hem nog schreeuwen. Regan, alsjeblieft. Het is niet te laat. Doe het niet, Alice. We hebben gedaan. Stel ik gewoon vertrek. Ga door. Het spijt me, Alice. Oké, flikker op met dit... enge levensverhaaltje. We zijn op zoek naar iets. What the fuck? Ik schrok me dood. Fuck, ik heb ze juist naar me toe gejaagd. Oh, flikker op. Oh mijn god. Oh man. Oh, wow, mijn hart zit in mijn fucking keel. Wat de hel gebeurde er zojuist, man? Wow, ik ben me echt doodgeschrokken gewoon. Phew! What the fuck? Waarom zijn ze zo insane sterk? What the fuck? Is that it? Yeah. Sounds like it. Okay. Find some gas. Oh man. Ik heb echt even die angst weer terug, hoor. What the fuck? Dit was echt niet de bedoeling. Wat ligt hier? Nog meer ammo. En ammo is altijd welkom. En hier zie ik dat ik het moet doen. Empty. Fuck. En hier? Hé, hey, hier ligt een medkit. In ieder geval eten. Also dry.
serieus allemaal leeg. Ah, jackpot. Oh, nice. Right, how do you do this? Take the hose and siphon it out, right? Here we go. Hey, kijk, dat ding is weggeglitcht, jongens. Oké. Zie je, het was weggeglitcht. Het is waarschijnlijk het moment hoe ik stond, zo dichtbij. En dan op driehoekje klikken, dan glitcht het. Want het zat eventjes in de buik geglitcht, heel apart. Maar daaraan zie je natuurlijk dat het gewoon een game is. Ik vergeef het ze. Vooral door het feit omdat het gewoon een actie was, weet je wel. Maar zag je wat ze deed? Je moet natuurlijk als je benzine gaat jatten. Of jatten, in ieder geval eruit gaat halen. Moet je aan het slangetje zuigen. Alleen ze deed iets langer, ze had het allemaal in de mond. Wel goed gevonden hoor. Zonder van die mini glitch, maar echt, ik vergeef het ze. Oh, dat ik zo kan schrikken van een game. Ik heb lang niet zo geschrokken, serieus. Ik ben echt lang niet zo geschrokken. Ik voelde me even Ricardo, die als een gek aan het schreeuwen was. En what the fuck? Maar het was gewoon echt zo. Oh no! Ik wil wegwezen hier, echt. Ik wilde dit nog even oppakken, dat was ik vergeten, maar ik wil hier niet te lang zijn. Ik ben echt gewoon serieus bang nu voor het eerst weer. Oh man! Oké. Daar gaan we dan. Dit loopt dood. Het heeft ook geen zin. Oké. Easy. Keep looking straight. Everything's gonna be fine. You're not gonna fall into that water and fry to a crisp. Oh wauw, serieus? Moeten we nou over dit heen gaan lopen? Nee toch? Oh, we moeten op de vrachtwagen jumpen, ik snap hem al. Oh, en wacht, hier lag dus iets. Hier lag iets. Oké, dat is de uitweg. En nou moeten we een weg zien te vinden hoe we daarheen kunnen. Serieus jongens, ik ben echt, ik voel hem. Ik voel hem in mijn keel, ik voel hem in mijn hart, ik word helemaal lijp. Ik ga gewoon rennen hoor. Kan ik hier niks aan? Oh kijk, zie je? Ik kan het nog aanzetten ook. Sinds de stroom weer werkt natuurlijk. Oké, kijk wat er in deze lood zit. Ik hoop niks, jongens. Ik haal mijn gun bij de hand. Oké, niks. Gelukkig. Kijk, zie je, er ligt sowieso wat achter. Maar daarnaast kan ik dit ding ook gebruiken om ergens op te klimmen. What the fuck? Nou, dat is dus niet de manier. Zal dit de manier zijn? Ik weet niet of ze die sprong kan maken. Oké, dit is dus zo goed als zinloos. Misschien moet ik nog iets uit een loods halen.
Oh fuck, dat was stom trouwens. Daarbinnen lagen nog dingen. Dat was ik even vergeten. Kijk, zie je, hier lagen nog dingen. Daarin zit blijkbaar niets bijzonders. Kan ik hier nog wat doen? Nope, helemaal niks. Kijk. En dat ik wegloop, krijg ik gewoon het besef wat ik moet doen. Dit zetten we hier nu neer. En dan kan hij dus niet naar beneden zakken. Oké, we hebben dikke progressie, jongens, maar voor hoe lang gaan we dit volhouden? En daarnaast is het ook alweer het einde van part 3. Dus als we dat punt hebben bereikt, dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze part. Ik vond hem zenuwslopend. Dit is de eerste echte angst die we hebben meegemaakt. En ik voelde echt de typische The Last of Us angst. Ik vond het fucking vet en tegelijkertijd heel spannend. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Laat dan sowieso je like achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Check de videobeschrijving. En laat je like achter, puur uit respect, puur uit liefde voor alle tijd in de video's. En natuurlijk zo snel mogelijk The Last of Us Left Behind op dit kanaal. Ik hoop dat jullie het awesome vonden en tot de volgende part. Later.